In deze nieuwe Mario Wonder video gaan we naar de smulgrotten. En is het de beurt aan Gele Toad. Gele Toad verandert in een prikkelige stekelbal. En daalt steeds verder af in de smulgrotten. We hebben de vijfde wereld gehad en nu moeten we naar wereld 6, de smulgrotten. Maar dan moeten we eerst even langs de onverzadigde Mauwaas. En vandaag is Gele Toad de baas die er een beetje uitziet als een half rode toad. Hallo? Doe eens even normaal. Zit je nou allemaal te doen, joh gek? Lekker Mauwaas. Die wil even deze toad opeten volgens mij. Hé, hey, Mauwaas. Hier. Oké, Gele Toad verandert zo in een half roze toad op het moment dat we van die bubbeltjes hebben. Hop, hop. Lekker wat bubbeltjes voor je uitgooien. Oh, ik wou er eigenlijk bovenop springen. Toad, ik wou er bovenop. Zodat je, ja, dan kan je lekker hier naartoe. Zo, deze Mauwaas is helemaal gek geworden, joh. Helemaal lijp. Hallo, sneeuw, slakkie. Hier, vangen. Oké, wacht even. Ik ga niet alles pakken. Ik moet nog even hier naartoe. Even kijken of we hierin kunnen. Wow! Zag u dat schild gevangen werd zo daaronder door een bel? Dat was echt heel nice. Kan ik Mauwaas ook vangen? Nee, Mauwaas kan ik niet vangen. Maar ik kan wel lekker zo hoppakee naar boven. Voor het eerste teammuntje. Oké, ik denk dat ik even hier naar achteren moet. Hier doorheen. Zou dat inderdaad zo zijn? Of is het een valstrik? Moeten we niet hier naartoe? Ja, ik denk het wel. We gaan even kijken. Even koekeloeren. Zou ik nog terug kunnen? Oh, wacht even. Ik weet niet of hier ondergrond is. Ik ga in ieder geval eventjes... Oké, er was een soort van grond. Ja, dat wel. Dat dan weer wel. Oh, kijk hier. Het wonderzaadje. Ik vraag me ook af of ik hier links naar beneden moet. Wat? Ik ben een Goomba geworden. Ik kan niet eens springen. Ja, ik kan hier wel over deze stekels heen. Ik moet door de bomen. Achter de bomen langs. Dit slaat nergens op. Maar die Mauwaas, die moeten me even niet opeten. Oké, we gaan hier naartoe. Oh nee, we gaan niet hier naartoe. Oh, dit is stom. Ik dacht dat ik via rechts kon, maar dat kon helemaal niet. Kijk, ik zie al die Goombas opeten, jongen. Echt niet te doen. Kijk, ik moet hier dus via de linkerkant. Kijk, dan kan ik hier naartoe. Zo, dan kunnen we weer naar boven. Wat goed. Oh, daar komt er weer een. Oh, ik moet even wachten, denk ik, tot hij hier naartoe komt. Oh, rustig. Niet meer opeten. Ga weg. Oké, ik ga nog niet naar beneden springen. Ik ga gewoon even zo op de tactische manier. Zo. Dan kan ik hier rechtdoor lopen. Ik moet daar naar boven zien te komen. Zijn er daar twee? Oké, als jij even een beetje door wil lopen, dan ga ik achter jou langs. Ja, loop maar verder. Nog een stuk verder. Komen ze nou allebei hier naartoe? Ja, maar dat is dan niet goed. Dat is geen goed nieuws. Dat is helemaal geen goed nieuws, want hoe... Hoe moet ik dan gaan rennen? Hoe moet ik dan gaan rennen? Dat gaat toch niet? Oké, ik sta achter een boom. Oké, ga jij weer even naar links, Mauwaas? Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké, dan kan ik weer hier naartoe. Ik moet denk ik hier naar links. Ja. En dan? Ja, dan moeten we hier naartoe. En dan het wonderzaadje nu pakken. Let's go, Goomba. Die is voor jou. Lekker. Nu kan ik gelukkig weer een beetje normaal springen. Ik voelde me echt hulpeloos als Goomba. Ik weet nu hoe het voelt om een Goomba te zijn. En ik kan je vertellen, dat is niet chill. Oké, kan ik hierin? Ik denk het wel. Ik denk dat daar het derde teammuntje is. Ja, zeker. Ik denk dat ik eerst even die Mauwaas moet verslaan. Zo. En dan moet ik even jou pakken. En dan jou verslaan. Zo. En dan... Zo erop springen. En dan, ja, zo de volgende. Kijk. En dan zo bukken. En dan kunnen we deze teammunt pakken. Lekker. We hebben alles wat we moeten hebben. We moeten alleen nog hoog in de vlaggenmast springen. Wee. En dan... ja, we hebben hem. Je moet namelijk ook in de top van de vlaggenmast springen... om alles 100% te kunnen halen. Dus dat proberen we ook de hele tijd. En dan... Mogen we er dan door naar de volgende wereld? Ik hoop het. Oh, hier is nog een brug. We moeten eerst deze badge test gaan doen. De lift draaisprong nummer 1. Oké, dan moeten we dus in de lucht en dan moeten we in de lucht springen. Ik snap hem. Dus we gaan zo en dan zo. Oh, wacht even. Oh, we gaan Flappy Bird doen. Kijk nou. Wee! En dan oejoe. Dit voelt echt Flappy Bird gewoon. Oké, zo. En dan hier. Ja, dan hebben we die 10 munten te pakken. Dan zijn we hier. En dan... Die hebben we ook te pakken. Lekker. Ik denk dat ik namelijk wel graag hier boven langs zou willen. Ja, lekker spronkie. Gaan we lekker rennen. En nog meer rennen. En dan hotsikidee. Bovenin. Ja, easy man. Easy. We zijn de koning van het springen. Lekker man. Ben jij ook een koning? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Oké. Hoe kom ik daar beneden? Ja, ik kan er gewoon naartoe springen. Nou, dan word ik natuurlijk wel geraakt. Maar ik kan er wel gewoon pakken. Doen we het gewoon zo. Het zal ongetwijfeld niet de bedoeling zijn, maar ik heb het wel gedaan. Oh, we zijn nu erachterin.
Oké, dan kunnen we hier in deze buis kunnen we hun niet kapot maken. Kan wel deze pakken. Wat is hier trouwens? Helemaal niks, denk ik. Deze en deze. De muziek is ook in één keer zacht geworden, hè? Hoe ga ik ooit die daar pakken? Misschien toch hier een powerblok gooien. Oh ja, kijk. Ja, dat is het. Dat is het. Lekker. Oké. Ik wist wel wat ik moest doen, jongens. We wisten het gewoon. Wat ze vlot. Oh, wacht. Als ik die buis zo recht terugneem, dan kom ik hier terecht. Dan kan ik deze pakken. Oh, dan heb ik een ster. Dan kan ik gewoon hier overheen rennen. En dat was natuurlijk de bedoeling. Ja. Dat was de bedoeling. Ook dat muntje daar, of dat bloemetje daar pakken. Deze. Ik weet niet of het nodig is. Maar ik heb het toch maar gedaan. En dan? Oh, dat zijn gewoon... ja. Gewoon 3 muntjes. 3 muntjes? Echt al die moeite voor dat? Kunnen we hierin? Gaan we weer op de voorgrond? Ja, dit is wel een grappig leveltje zo. Oh, hier moeten we naar beneden. Zullen we vast en zeker weer een ster moeten pakken? Ja? Oké. Ja, die begint te stuiteren. En ja, oké, dan pakken we die zo. En dan zo. En dan hier ground pounden. Ja, en dan hebben we daar de wonderbloem. En dan komen we in de schaduwwereld terecht. Oh, kijk, er begint een blok te lopen. Kan ik ook in die bomen? Zou ook wel grappig zijn. Ja, ik kan ook in de boom. Dat blok dat komt ook steeds onder mij. Oh, oké. Er komt een nieuw blok. Super. Ja, dat ziet er goed uit. Oh, wacht eens even. Wat gebeurt er allemaal? 2 blokken mee. Ik snap niet helemaal hoe dit werkt. Maar ik vind het prima. Ik moet deze denk ik eventjes pakken. Zo. Dan hierop. Laag blokje. Ja, cool. Oh, dan gaan we omhoog. Waar gaan we helemaal naartoe? Oh, ik ben erachter. Ik ben weer op de achtergrond terechtgekomen. Oké, daar komt straks weer een piranha plant uit. Zo, pakken we deze. Gaan we even bukken. Oké, ik moet even dit pauwblokje denk ik ook meenemen. Dus daar gaan we nu voor zorgen. Ja, kom maar. Kom maar. Want dat pauwblokje hier tegenaan gooien. Ja hoor. En dan, hartstikke idee, hebben we dat wonderzaadje in ieder geval te pakken. Moeten we alleen nog 1 teammuntje. Geen idee waar die dan weer uit zou moeten komen, maar oké. Oh ja, hij zit hier ergens. Oké, misschien zit hij hieronder. Ja, ik denk het wel. We moeten die pauwblok daar gooien. Oh, nog 1. Zo, kom maar. En dan kan ik hier naartoe. Ja hoor, wat goed. Heel grappig gedaan. Oké, cool. Ik denk niet dat ik een pauwblok moet meenemen... richting het einde? Nee, want daar moeten we gewoon gaan springen. Die is gewoon voor daar en dan zo springen. Yes! Lekker! Oké, mogen we nu door? Oeh, ja, we gaan er bijna naartoe. Maar eerst nog de Tulpen Arena. Een gloednieuwe monsterjacht. Ja, je ziet dus niet in eerste instantie in hoeveel seconden je dat moet doen. Dus het is maar gewoon zo snel mogelijk proberen. Oké, ik zie hier Cheep Sheeps. Dat is er 1. Gewoon lekker schieten. 2. 3, 4. Hieronder is er nog 1. 5. 6. 7. 8. Moet er nog 1. Waar is die dan? Waar is die laatste? Oh my god, die zit gewoon zichzelf te verstoppen. Lekker dan. Ja, dit kost weer veel te veel tijd, jongens. Ik ben bang dat ik het nu al niet meer ga halen. Omdat ik één zo'n gekke chippy-chippy-liepie kwijt was. Volgens mij moet alles binnen 90 seconden, joh. Die hebben we. Deze hebben we. Er is ook een pauwblok, dus dat is nice. Die kunnen we daar gooien. Dan hebben we er daar ook een hele hoop in één keer. Die. Kom maar. Zo, pauwblokje mee. Huh? Oh, hartstikke idee. Oh my god. Ik word gewoon geraakt door zo'n guy. Wat is die vlot? Nog 1. Die zit daar. Ja, we gaan iets vlotter, maar de tempo zit er nog niet heel erg in. Oh jee. 1, 2. Er zijn er wel echt heel veel die we moeten pakken. 1, 2. Ik spring allemaal op een hoofd. Easy. Tot nu toe. Er is er nog 1. Oh, er zijn er nog 2 over. No. Zit die dan ook weer aan het begin? Ja, ik heb jou niet gezien. Nou moet ik elke keer weer teruglopen. Dat kost veel te veel tijd. Ik denk dat het gewoon weer 90 seconden moet. En ik denk dat ik het weer net niet ga halen. Let's go. Nee, dit gaan we niet halen. Oh, dit was hem al. Oh, ik moest in 80 en ik heb 80, 51. Nee. Wat zuur. Ah, een halve seconde te lang over gedaan. Hoppakee. De tweede keer lukt het bijna altijd. Wat heeft Wiggler dan nog? Dit is nog een grote sprint van 4 sterren. Wiggler Racing. Oké, Wiggler. Dan kan je rolschaatsen hebben. Maar ik ben super dood. Oh, ik sprong wel bijna tegen iemand aan. Thanks voor de hulp. Oh, ik kan hier ook gewoon moeilijk doorheen, joh. Ik kon heel moeilijk sneller zijn. Oké, soepel. Ja, soepel. Heel soepel.
We gaan nog steeds goed. Ik moet hier denk ik eventjes gewoon lekker bouncen. Dat gaat ook altijd wel lekker. Zo, dan springen we op die. Zo, ja, easy. Waar moet ik naartoe? Ik moet naar linksboven. Ik moet naar linksboven. Ik denk dat ik wel dingen mis. Oh nee, ik hoef alleen maar te winnen. Easy. Nou, dat gaat wel lukken. Ik hoef alleen maar te winnen. Alleen maar te winnen van Wheeler. Maar hij heeft natuurlijk wel een zieke eindsprint altijd. Maar kijk hem gaan. Kijk, oeh, ik dacht even dat hij me in ging halen. Niet oké. Niet oké. We gaan nog steeds... Oh my god, kijk hem. Hij haalt me in. Hij haalt me bijna in. Come on, Toad. Come on, Toad. Lekker. Ah, ik vind die races zo leuk. Dankjewel, Wiggler. Wel altijd sportief dat hij dan lekker dat dingetje gaat halen voor ons. Hè? Dat vind ik wel aardig. Huh? Oh, kijk, we kunnen nu via deze manier weer terug ook. En dan hebben we hier dus ook weer dat leveltje dat we naar boven kunnen voor die speciale wereld waar echt alle moeilijke levels zijn. En dan kunnen we eindelijk door naar de smulgrotten, naar wereld 6. Door de zaadjes in te leveren. En de Piranha Plant weg te jagen. En dat lijkt wel het hoofd van Donkey Kong. Daar is die. Daar staat hij. Die zegt, moet je die lava eens zien? Wat is het hier leuk. Al dat rondhangen en wonderkracht verzamelen begint papa vast wel de keel uit te hangen. Misschien kan ik de lava wel laten ontploffen. Dat is net vuurwerk. Dat vindt hij vast wel geinig. Ja, daar gaan we even een stokje voor steken, jongen. Oké. We hebben best wel een eindje te gaan, zo te zien. Prins Florian is er ook weer bij. Die zegt, dit ondergrondse woud gaat dieper dan je wellicht zou verwachten. En er is overal lava. In het hele woud doen poplins onderzoek naar deze bijzondere plek. Laten we het dichtstbijzijnde observatorium gaan vragen of ze iets weten over het koningszaadje. Lijkt me een goed plan. En die is gelijk hier. Hallo? Is hier iemand? Oh, we moeten aan het handvat trekken. Oké, is goed. En dan kunnen we zo hier naar boven. Oké. Het begint gelijk met een bepaald level. Het wordt ons niet makkelijk gemaakt om hier te komen, om de schatkist te bereiken. Deze poplin zegt Prins Florian, de juiste persoon op de juiste plaats. De smulgrotten staan helemaal op stelten sinds iemand het paleis heeft aangevallen. De lava wordt maar heter en heter. En door die extra hitte loopt de plantengroei totaal uit de klauwen. Dat rare onkruid zit overal. Als dit zo doorgaat zijn de gevolgen niet te overzien. Maar dit is vast weer een streek van Bowser Jr. En het koningszaadje zal die ook wel ergens in het paleis verborgen houden, zegt Florian. Kunnen jullie het paleis veroveren en de smulgrotten van de ondergang redden? Ja, natuurlijk joh. Met een beetje hulp van jullie, met één zo'n wonderzaadje, dan kunnen we vast een heel eind komen. Kijk, dan kunnen we nu al flink naar beneden. Laten we gaan afdalen in deze laatste wereld. Oh my gosh, we kunnen gelijk links en rechts. We beginnen links bij de voorwerpgeheimen, de speurtocht. Hebben we al deze krachten dan nu nodig? Moet ik dan ook een buis in? Of hoe zou dit werken? Of moet ik eventjes met deze boor? Nou, ik denk dat ik eigenlijk deze olifant nodig heb. Om er in eerste instantie door te komen. Gele toot-olifant, hoppakee. Lekker bezig. Kunnen we zo die dan pakken met een bubbel? Kunnen we dat zo doen? Nee? Nou, dan ga ik even verder kijken hoe dit moet hoor, jongens. Laten we even springen. Oké, we kunnen hier naar boven zo te zien. Kunnen we dan nog verder naar boven? Ik kan natuurlijk wel zo bellen blazen. En dan hier... Oké. Ik denk wel dat het zo moet. Of we kunnen natuurlijk de boor pakken hiervoor. Misschien is de boor nog wel makkelijker. Oké, dan kunnen we gewoon zo via de bovenkant natuurlijk. Easy. Dat is een stuk makkelijker. Maar goed, ik heb er nog maar één te pakken nu. Zouden we deze chippies kapot moeten maken? Oh. Ja, oké. Dan hebben we nummer 2. Ik denk eigenlijk ook dat we misschien wel deze blokken allemaal moeten pakken. Dan hebben we natuurlijk weer de olifant nodig. Kijk, olifant kan dit natuurlijk doen. Zo. En oh, dan kunnen we ook naar boven met de olifant. Oké, cool. Zo. Oh, dit was niet per se nodig, maar we moeten wel naar boven. Ja, dan hebben we hier de derde. Zijn er nog twee die we moeten pakken? Zit er eentje hier dan... Moet deze kapot? Oh, wacht even. Ik snap hem al. Deze... Die moeten we hier tegen die muur plampen, denk ik. Oh, of niet? Oké. Nou, dan niet, joh. Ja, maar die zit hier niet voor niks. Die de andere kant op dan. Oh, ja, hij kan hier doorheen. Oké, cool. Cool. Oké, dan hebben we de vierde. Moeten we er nog één? Oh, wacht, kijk. Ja, ik snap hem al. Althans, ik denk dat ik hem snap. Kan ik hier doorheen? Kan ik zo? Nee? Misschien met de boor wel. Ja, kijk. Met de boor kunnen we er wel doorheen. Jee, lekker. Nou, ik vind dit soort kleine puzzel-levels wel leuk tussendoor. De variatie in de levels in Mario Wonder is echt geweldig. Oké, dan gaan we nu naar rechts. En dit is denk ik de plek waar we dan echt naartoe moeten. Oh, hier is het kasteel. We hebben dus 15 zaadjes nodig. En we gaan nu dieper naar beneden om er meer te zoeken. Deze poplin die heeft het kapot warm. Hij heeft bloemenmunten nodig om dit ding weg te halen voor mij. Ja, dat heb ik wel voor jou, jongen. Hotse flotsie. Lekker, maak die steen kapot. Hé, wat is dit?
Smulgrotten Observatorium nummer 2. Krijgen we hier gewoon weer een gratis wonderzaadje. Die wilde plantengroei is vreemd en de lava lijkt ook helemaal van de kook. Er gebeuren gekke dingen hier. Er zat trouwens ergens wat verstrikt in het onkruid en dat krijgen we van hem. Nou, dankjewel, Pomplin. Dankjewel, maat. Ben ik heel blij mee. Bro, we hebben er 15 nodig. En we zitten nu op 3. Hier is een badge test. De hoge zweefsprong nummer 2. Oké, dus we springen nu gewoon hoger dan normaal. Oké, dit is inderdaad vrij hoog. Ja, dit is vrij hoog. Gaat wel soepel. Oei! Lekker. En terug. Oké. Ik wil wel even deze piranha-plant slopen. Gewoon puur omdat het kan. Kunnen we hier via de muur zo en dan door? Ja. Gaan we hier naar boven? Deze kapot maken. Oh, dit is een trein. Oké. Gaan we deze pakken? Lekker. 10 muntje. Hebben we ook weer de tweede. Lekker. En dan? Hoe moet dit? Hoe moet je dat? Huh? Oh, ik had moeten wachten. Kijk, ik moet wachten tot deze zo valt. En dan kan ik zo springen. Ja, joh. Was helemaal niet zo moeilijk. Ik maakte het mezelf moeilijk. Ik wou gewoon weer te snel. Het rotsenrijk van de Roomba's. Wat zijn Roomba's? Oh, dat zijn deze rollende blonken. Dank u. Dank u dat u de weg voor mij openmaakt. Wordt zeer gewaardeerd. Nee, we kunnen ook gewoon bovenlangs. Oh, deze moeten we even kapot maken. Ja, dat dacht ik al. Dat was een steen die had muntjes. Die was namelijk lekker aan het glimmen. Oké, deze gaan we even zo duwen. En dan gaat dit dan allemaal kapot. Moet ik onderlangs? Kan dat? Ja, oh ja, ik kan er gewoon onderdoor. Ik ga gewoon chillen. Dit was niet goed. Ik wil hier naar boven. Ik wil een nieuwe... Hoppakee, een nieuwe boor. Oh, kijk. En als we dan hier naar boven gaan, komen we in een speciaal stukje. En daar is weer een 10 munt. Moeten we ons even gewoon rustig hier laten vallen. Hotsakee! Oké, die was niet al te moeilijk. Deze moeten we even omver duwen. En dan wil ik even doorrennen eigenlijk. Kijk, ik had het namelijk het gevoel dat hier wat verstopt zit. Ja, en er zit zeker wat verstopt. Zeker wel. Een hele geheime buis hier waar we in kunnen. Oké, en als we dan deze duwen, dan wil ik weer hier omhoog. Oh, dan wou ik daar omhoog, maar dat lukt net niet. Nu kan ik niet meer boven in de vlaggenmast springen. Nu had ik toch echt een badge voor hoge springen moeten hebben. Dan had ik hier op die rand kunnen springen. Ja, lukt nog wel. Nice. Oké, top. En dan kunnen we wel boven in die vlaggenmast. Hotsakee. Ja, dat was lekker. Volgens mij heb ik gewoon een geheime uitgang gevonden nu. Kijk maar, ik heb nu de derde wonderzaadje. Lekker gedaan, Toad. Kijk, en ik denk... Oh, ja, dat de weg nu naar rechts ook open gaat. Maar eerst gaan we de rest nog even halen hier. Oké, dus nu gaan we hier naar beneden, waar we net daar naar boven zijn gegaan. Zo. Ja. Dan komen we hier terecht. Oké. Spijnietje denkt mij te slim af te zijn, maar dat is die niet. En ook niet als je zo heen en weer gaat, jongen. Dit is een mooie ramp gebouwd voor jou. Maar je hebt gewoon dikke pech, hè? Dikke pech, jongen! Oké, deze kant op. Zo, hier naar beneden. Ik had denk ik eventjes... Ja, misschien lukt het trouwens nog wel. Kijk, we kunnen hier wel naartoe. Dan kunnen we zo dit allemaal wegduwen. En dan kunnen we hier door deze buis heen. Ja! Oké, hoe gaan we dit doen? Ik denk gewoon heen en weer springen een beetje. Niet zo dus. Ik zou toch zeggen dat het zo zou moeten kunnen. Als we nou een beetje zo... heen en weer gaan springen. Maar volgens mij wil die niet afdalen als je... Ik heb nog één kans. Ja, oké. Okay, hij doet het wel. Toppie. Dat lukte gelukkig toch. Oké, gaan we hier. Ja. Oh, daarboven is een speciaal blokje die we denk ik kapot moeten maken voor het wonderzaadje. Voor de trippiewereld. Let's go. Oké, nu ben ik een gekke blok geworden. Wee. Ziet er wel echt heel vrolijk uit, dit blokje. Het is een heel blij blokje. Wee, let's go! Gewoon lekker overal heen knallen. Hoppa! Alles kapot maken. Heerlijk. Daar hou ik van. Dit vind ik lachen. Ja, lekker naar beneden. Sneller! De bloemetjes die vinden het ook lachen, dit. Die willen ook heel graag dat we sneller gaan. Ja hoor, we zijn er. We hebben hem te pakken. Ik heb zo'n gevoel dat we weer bovenlangs moeten. Ja hoor. Dan kunnen we vanaf hier de superjump maken. Lekker. We hebben hier ook weer alles gehaald. We gaan goed hoor. We gaan super. 3-in-1 level. Dan gaan we even deze badge test ook nog doen. De lift draaisprong nummer 2. Dan moet je dus in de lucht op R drukken. En dan ga je dus vet ver omhoog. Wordt nu van mij verwacht dat ik hier naartoe ga. Het is een beetje onduidelijk elke keer waar ik naartoe moet. Maar maakt niet uit. Hier naar boven. En dan hier naar boven.
Oké, okay, dan hebben we hier een 10 munt. Die gaan we best wel pakken zo. Yes! Zijn we hier op de helft? Nou ja, op een derde denk ik. En dan zo. Dit was jammer. Dit was een beetje jammer. Was niet helemaal... Oh, lekker getimed en nog een keer. Oké, okay, deze timing die moet dus best wel goed zijn. Die moet precies zo zijn. 1, 2, 3. Oké, we moeten een beetje naar rechts hier. Zo. Oh, we moeten even ook een beetje wachten tot deze weer wat hoger is. Jemig. Wat word ik alle kanten op gebounced. Potverdorie. Onacceptabel dit. Oké, okay, we moeten even aan de goede kant blijven. Ja, zo. En dan top. Kunnen we hier weer rustig omhoog, denk ik. Nou, oké, dan niet. Dan niet, joh. Dan niet. Dan pak ik even nog rustiger mijn tijd. En bounce en jump en bounce en bounce en let's go. Hè? Hebben we hem eindelijk gehaald, hoor, jongens. Kostte even een paar levens, maar dan heb je ook wat. Namelijk nog een wonderzaadje. En dat is alweer nummer 8 hier in de smulgrotten. En in de volgende video gaan we er nog veel meer halen. Kijken of we Bowser Jr. kunnen verslaan. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Dan moeten we misschien wel tegen Bowser. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!